bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de drank gegaan. O trouwe vriend, jij schonk sindsdien mijn menig levensles. Ik heb gelachen en geweend bij jou mijn trouwe fles. Mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Bier wordt gemaakt van mout en water en hop. Mout is gekiemde gerst. Ze laten dat mout kiemen, omdat tijdens het kiemproces worden er enzymen gemaakt die het mogelijk maken om zetmeel in suiker om te zetten. Die suiker die wordt door de gist, die later wordt toegevoegd, wordt die omgezet in alcohol en alcoholzuur. Dat is eigenlijk het allerkortste verhaal over hoe je bier maakt. En dan is het een kwestie van laten rijpen en van in flesjes of in vaten of in tanks stoppen en het opdrinken. Het muziek maken een beetje zat. En we kwamen vroeger wel in België, tamelijk regelmatig. En daar was een heleboel heel lekker bier en hier was niks. Behalve vies pils. Toen dacht ik van nou, dat bier maken, dat zou in Nederland ook moeten kunnen. Nou, toen ben ik zeg maar onder de rook van de Heineken, want ik woonde in de Jacob van Kampenstraat. Ben ik begonnen met op kleine schaal bier te maken. Toen ik dacht het is goed genoeg, toen ben ik geld in een pand gaan zoeken. En toen ben ik dus hier begonnen. Ja, experimenteren is er feitelijk met de reguliere bieren niet meer bij. Mensen verwachten een bepaalde smaak en daar probeer ik aan te voldoen. Dus ik doe altijd hetzelfde. Behalve met de seizoensbieren, dus Pazij en de Bok en het eindejaars. Daar kan ik een beetje mee spelen. Dus af en toe gooi ik er wat kruiden in. Bijvoorbeeld in het laatste Pazij zit een beetje zoethout en een beetje koriander. En dat zijn dingen die het misschien nog een beetje leuk maken. Dus dan krijg je toch weer dat je een beetje kok bent in plaats van een productiemedewerker. Als ik dan 's morgens met een droge mond u van mijn kooi goed op wil staan, steek ik mijn handen in mijn zak voordat ze naar de fles toe gaan. O trouwe vriend, jij weet nog wel, ik kan niet zonder jou. Bij de zoektocht naar een geschikt pand kwamen we in eerste instantie in de Van Diemenstraat terecht. Dat hadden we gekraakt, dat pand. En dat ligt aan het IJ. Vandaar ook dat we met de naam Brouwerij het IJ kwamen, omdat de Amstel toen ook nog in Amsterdam zat. Brouwerij het IJ. Die struisvogel die slaat nergens op. Ik kan niet anders zeggen. Het is gewoon een... Er moet iets opstaan en een struisvogel is wel representatief. En mocht ik aan de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan. Laat dan op mijn grasdek prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik aan de drank bezwijken. Ja, ik denk dat ik over die brouwerij in zijn totaliteit behoorlijk tevreden ben. Dat, ik wil wel spullen vernieuwen, spullen die slecht werken en dat soort dingen. Maar voor de rest denk ik dat ik dit wel een tijdje kan volhouden. Tenzij er natuurlijk een meneer met een hele grote zak geld komt, want dan is hij snel weg. Het zijn dan al onze marktonist, het nood zijn SOS. Dan gaat mijn laatste groet aan wal,
de 6e maand.